voor DVS TV het kennismakingsinterview met... Younes Mokhtar. Younes Mokhtar. Yes. Ja, dat is een mooie naam. Wij hebben met DVS TV hebben we je al gedoopt tot Mokkie. Ja, dat heb ik vernomen. Ja, dat heb ik gehoord ook. is dat nooit verder... Jawel, hoor. Hebben vaak in het verleden... De jongens noemden me altijd Mokkie, want Mokhtar was te lang voor ze. Dus, Mokkie, ja. Ja, precies. Hey, dus ik ben het wel gewend. Ja. Ja. Younes, waar ben je begonnen met voetballen? Ik ben... officieel ben ik begonnen bij Elikwijk. Maar onofficieel bij Edo. Ja. Dus, maar dat officieel bij Elikwijk. Elikwijk, ja. Utrecht, hè? Is dat, hè? Ja, ja, klopt. Ja, het is een bepaalde wijk daar, Elikwijk. Dus in Zuilen is dat. Ja, en, dat was wel een bekende club. En vervolgens ben je all over the world gegaan. Ja, dat niet klopt. Te geloven, zeg. Een verschil, bijvoorbeeld Noorwegen of Indonesië. Dat is nogal een temperatuursverschil ook, of niet? Ja, ja, dan ga je van min 15 naar een graadje of 35. Dus dat is wel wat anders, ja. Ja, ja, daar kon je wel mee omgaan? Ik moet zeggen dat ik op de juiste periode ben aangesloten in Noorwegen. Toen begon de zon door te komen en was het alweer een stukje warmer. Ik ben, denk ik, eind maart ben ik richting Noorwegen gegaan. Dus... Ja, toen begon de temperatuur ook te stijgen, dus dat was mooi. Ja, dat is wel lekker. Ja. Hey, je bent een liefhebber van het spelletje, of niet? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Op het top, hè? Ja. Dat is je ook aan te zien. Dat was bijvoorbeeld te zien bij die voorbereiding van die goal van Sam Crowther. Volgens mij moet jou dat heel erg goed doen. Ja, tuurlijk. Kijk, het is altijd leuker om in te vallen als de wedstrijd er nog toe doet, natuurlijk. Om dan het verschil te willen maken. Maar zo'n actie, dat zit in mij natuurlijk. En dat wil je nog veel meer laten zien. Dus daar kun je wel van genieten. Ja, en even later wilde je even net iets te veel. Dat is natuurlijk ook typisch voor zo'n oud betaald voetballer die op hoog niveau heeft gespeeld. Dan denk je van, ik passeer wel even een mannetje of 2, 3. En dan raak je hem kwijt. Ja, klopt. Ik had een misverstandje met de jongens voorin. En op een gegeven moment dacht ik dat ik in mijn ooghoek een medespeler zag. Maar dat was dus blijkbaar iemand van hun. Ja. Dus dat ging net even wat fout. Maar ja. Nou, weet je, dat normaliter... dat is ook een beetje het wedstrijdbeeld. Het, ja. Het is 5-1. En dan, ik vond het wel lachen. Hey, je echte carrière is natuurlijk begonnen bij Jong PSV. Hè? Daar heb je samen met Stef gevoetbald, of niet? Ik heb met Stef verschillende clubs gevoetbald. Bij Jong PSV als eerste inderdaad. En later ook bij PEC Zwolle. Daar hebben we ook samen gevoetbald. Ja. Dus, mooie jaren meegemaakt, ja, of niet? Ja, zeker. Zeker hele leuke jaren meegemaakt. En mooie momenten samen mogen meemaken. Ook. Ja. Ja. Ja, Twente natuurlijk. Ja. Ja. Ook lekker? Ja, zeker. Twee hele mooie jaren gehad bij Twente. Met hele fantastische spelers mogen spelen en ook een fantastisch mooi stadion daar, mooie atmosfeer altijd. Ja. Dus mooie jaren. Vertel eens wat meer over Indonesië, want dat triggert mij natuurlijk enorm, want ik heb daar 8 jaar gewoond. Hè? Volgens mij is daar redelijk drukkend warm om te voetballen, of niet? Zeker weten. Ik had in eerste instantie niet echt een idee wat mij nou te wachten stond wat dat betreft. Ik denk dat ook het voetballen heel lastig maakt. Niet zozeer het niveau, maar de omstandigheden eromheen, het weer, velden. Dat is best wel wennen voor het lichaam. Het is best wel een aanslag op het lichaam ook. Hoge luchtvochtigheid en de warmte, waardoor je heel moeilijk tot je spel komt. En de jongens die zijn dat natuurlijk gewend, die leven daar hun hele leven in. Dus dat was wel even lastig in de eerste 2-3 maanden, moet ik zeggen. Ja. Ik kan me nog echt zo goed herinneren. Ik was daar altijd potjes aan het voetballen natuurlijk met die indootjes en altijd op blote voeten. Hè. En toen was er een officiële interland ook nog een keer tussen Nederlands-Indië. Toen heette dat nog Nederlands-Indië en het Nederlands elftal. Nederlands elftal gewoon met van die grote kiksen, met van die ronde, van die quick dingen, weet je wel. En het Indonesische elftal gewoon op blote voeten. Op blote voeten. Ja, maar weet je, dat maakt het ook weer zo mooi, de verschillende culturen. En die mensen zijn gewoon heel nuchter. En
Ja, die nemen genoegen met heel weinig. En dat is ook wel mooi om te zien dat die mensen niet heel veel nodig hebben om gelukkig te zijn. En, ja, dat neem je wel mee. En dan dat mooie verhaal hoe je hier gekomen bent via Henk Baum. Ja, Henk. Dat is toch mooi? Ja, heel mooi. Toevallig had ik ooit een aantal jaren geleden een sprinkers nodig voor een gelegenheid. En kwam Henk die toevallig brengen. En toen een beetje gesproken over het voetballen, want hij herkende mij natuurlijk. En ik had ook nog wel wat herinneringen van hem. En sindsdien eigenlijk altijd wel contact gehouden. Ook wat vaker sprinkers is bij hem afgenomen. En eigenlijk de laatste tijd tegengekomen op de sportschool. En die vroeg me van voetbal je nog? Wil je nog wel voetballen? En als liefhebber wil je natuurlijk wel het liefst nog wel voetballen. Ja. Mijn leeftijd. Ja, zeker. Je bent 32, maar dat is het nu 26, toch? Of niet? Bij mij is het voelt ook niet zo. Het voelt wel echt als 32. Ja, echt 32. Ja, na al die buitenlandse avonturen, dat gaat er natuurlijk wel in haken. Nee, ik voel me nog goed. Ik voel me nog hartstikke goed. Ja. Ja. Je bent steeds fitter aan het worden natuurlijk weer, omdat je nu regelmatig traint. Ja, klopt. We trainen 3 keer in de week. En naarmate de weken vorderen, dan merk je ook lichamelijk dat je wat gewicht verliest natuurlijk. En, en ook dat je conditioneel ook natuurlijk wat sterker wordt. En het gaat alleen maar beter. En je zit bij een ploeg waar je volgens mij het voetbal gewoon heerlijk vindt. Ja, of niet? Ja, tiki-taki. Ja, daar geniet je toch van. Als je ziet hoe we die goals maken, dat is fantastisch. En de sfeer zit er goed in. We winnen weer heel wat wedstrijden, dus dat is mooi. Ja, dat is toch gewoon fantastisch. Maar je laat je ook duidelijk gelden, dat hoorde ik op een gegeven moment in het begin toen je hier was. Je nam het woord in de kleedkamer, jongens, we gaan het allemaal redden met z'n allen, of niet? Ik heb wel vaker meegemaakt dat ik bij klus binnenkom, dat het dan even minder gaat. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vanaf het begin al zeg dat er gewoon best veel kwaliteit in dit team zat. En soms heb je een bepaalde push nodig en een overwinning om daar even uit te klimmen uit die dal. En dat hebben de jongens gewoon heel goed gedaan. En ik wil niet zeggen dat ik daar nou enig verschil in heb gemaakt, maar... sinds ik ben gekomen zijn ze gewoon de ladder opgeklommen en gaat het gewoon weer de goede kant op met DVS. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Ja, zeker. Moet de club gewoon hier bovenaan komen. Mooi. Ja. Hey, heb je het moeilijk gehad de afgelopen maand, Ramadan? Of niet? Nee, ik moet zeggen voor mij, ik ben inmiddels 32 en ik loop al heel lang mee in de voetballerij. En ik heb altijd gevast. Tijdens de maand Ramadan, dus mij maakt het alleen maar sterker. En zowel spiritueel brengt het je natuurlijk op een ander level als lichamelijk ben je dat ook wel gewend. Vanavond feestje? Vanavond gaat het beginnen. Ja, gaat het los, hè? Ja, vanavond en morgen denk ik ook. Morgen is het officieel, maar wij mogen straks het vasten verbreken. En dan is in principe de maand Ramadan voorbij en dan... gaan we dat vieren natuurlijk. Oké, en de gesprekken met de TC moeten denk ik nog komen voor het komende seizoen? Of ben je daar al een beetje mee bezig of niet? Nee, eerlijk gezegd nog helemaal geen gesprekken gehad daarover. Dus ik weet niet hoe de TC daarin staat. Ja. Dus de bal ligt bij hen. Voor mij en DVS TV mag je blijven, jongens. Nou, hartstikke bedankt. Nou, okay. De rest er ook zo over denken. Oké, okay. Hey, bedankt voor dit interview. Ja. Nou, weten de mensen even wat meer van jou. Ja, nou, zeker. Okay. Yes. Helemaal top. Yes, oké, okay. Bedankt. Yes.